Dit is Koinonia Live. Gods woord, elke dag. Goedemorgen zusters en broeders. We lezen vandaag uit Jesaja 40, vers 9 tot en met 11. Maar we beginnen met een kort gebed. Genadig en barmhartig God, we danken u dat we opnieuw uw woord mogen openen, ook op deze dag. En dat we mogen luisteren naar uw stem. Help ons dan uw woord te verstaan en geef dat uw woord in ons leven verschil mag maken. Dat het ons mag veranderen naar het beeld van uw Zoon. En dat het ons de troostende bemoediging mag geven die alleen u kunt geven. Zo bidden we in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Jesaja 40, vanaf vers 8. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God, zie de Heere, Heere. Met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Gods woord, elke dag. Zusters en broeders, als Sion dan eenmaal getroost is, als Jeruzalem dan te horen heeft gekregen dat haar strijd is vervuld, haar ongerechtigheid is verzoend en dat zij daarin de troost mag vinden van al het lijden dat ze heeft ondergaan, dan wordt Sion zelf ook de verkondigster van een goede boodschap. Net zoals wij vanwege de troost die wij hebben ontvangen, anderen kunnen troosten. Sion, Jeruzalem, mag de goede boodschap, mag het evangelie gaan vertellen. Het eerste moment dat we in Jesaja die verwijzing vinden naar het evangelie. De reden waarom dit gedeelte uit Jesaja, hoofdstuk 40 tot en met 66, wel eens genoemd wordt het vijfde evangelie. En daar zou je vanwege het karakter van hoofdstuk 65 en 66 aan moeten toevoegen dat ook het boek Openbaring er nog in voorkomt. Tegen de steden van Juda mag Sion gaan zeggen, zie uw God. Uw God is nabij, uw God komt, eraan, wees niet bevreesd. En dan dat prachtige vers 11. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Aanleiding om eens te spreken over de activiteiten van de herder en met name de activiteiten van God als de goede herder. 6 elementen zouden we daaruit kunnen halen. In de allereerste plaats heeft de herder zijn kudde, zijn volk, lief. Precies zoals we dat ook lezen in het boek Hooglied, waar we deze woorden vinden. Ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Of al die andere mooie woorden van liefde die we in het boek Hooglied vinden. Zij is de enige, mijn duif, mijn volmaakte. Zij is de enige voor haar moeder, de zuivere voor wie haar heeft gebaard. Of meteen al in het eerste, in het zesde hoofdstuk vers 3. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Of in vers 1. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. De liefde van een man tot zijn vrouw is als de liefde van God tot zijn volk. Dit is een herder die waarachtig
zijn volk lief heeft. Maar dan het tweede. Vers 11 laat het heel nadrukkelijk zien, maar we vinden het ook in Jesaja 49. Daar vinden we ook het beeld van de herder weer terug. Jesaja 49, vers 10. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Woorden die doen denken aan wat we vinden in Jesaja 40. Het derde element. De herder heeft liefde en zorg, zeiden we, maar de herder geeft ook leiding. Zo zegt Johannes 10 dat de schapen de stem horen van de herder en dat ze hem zullen volgen. Alleen wanneer ze zijn leiding aanvaarden, kunnen ze door hem gebracht worden naar die grazige weiden, naar die zeer rustige wateren, waar ook Psalm 23 over spreekt. Het vierde is dat de Heere God ook de Shomer Yisrael genoemd wordt, oftewel de beschermer van Israël. En dat stond ook in Jesaja 49, de ontfermer. In de vijfde plaats, in Psalm 23 vers 2, hij voert ons zachtkens aan zeer stille wateren. Hij leidt mij naar grazige weiden. Beelden dus van het vinden van voedsel en van water. Hij is de voeder van de schapen. En tenslotte, in Lucas 15 vinden we een gelijkenis over de herder. Een mens onder u die 100 schapen heeft en er een van verliest, verlaat hij niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. De herder van Israël zoekt wat verloren dreigt te gaan. 6 kenmerken dus van de Heere als herder. En een aantal daarvan vinden we dus juist terug hier in onze tekst uit Jesaja 40. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Dat wil zeggen, hij zal uit liefde en zorg het ook voeden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen, leiding geven aan hen en bescherming geven. En in zijn schoot dragen, beschermen. En liefde zitten in dat woord en in die uitdrukking. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Leiding geven aan degene die extra zorg nodig hebben. Een prachtig beeld van wie God voor zijn volk wil zijn. Een prachtig beeld van de herder die als het ware zo tot het innerlijk karakter van deze God behoort, dat hij juist ook in de persoon van de Heer Jezus deze eigenschap van de goede herder laat zien. En nu mag Sion dat verkondigen. Want deze herder is de Heere en die komt met kracht. En zijn arm zal heersen en hij heeft loon bij zich. Hij zal belonen wie goed heeft gedaan en hij zal bestraffen wie het kwade doet. Voor ons belangrijk is dat Sion, Jeruzalem, deze boodschap gaat brengen. Dat zal in de toekomst zo zijn, als het woord van de Heere opnieuw uit Jeruzalem zal uitgaan. Dat is in het verleden zo geweest, toen de Heer Jezus in Jeruzalem zijn schapen bijeen trachtte te brengen en het evangelie vanuit Jeruzalem over de hele wereld gebracht werd. Maar het is ook in een bepaalde zin nu het geval. We moeten aan de ene kant denken aan de gemeente van God, die het fundament van de waarheid is en het evangelie verkondigt over de hele wereld. De opdracht immers, die in Matteüs 28 aan alle apostelen gegeven wordt, is een apostolische opdracht voor de hele kerk. Maar aan de andere kant, ook in het heden, is en blijft het Jeruzalem van wie de goede boodschap uitgaat dat deze God komen zal, en dat hij de herder van Israël is, en dat zijn woord voor eeuwig bestaat, en dat de heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden voor alle vlees. Alle vlees tezamen zal het zien, zegt vers 5. Er is geen verlossing zonder Israël. Als Israël niet wordt verlost, dan ook de volkeren niet.
Er is geen kennis van God zonder Israël. Als wij de geschriften van Oude en Nieuwe Testament niet zouden hebben, dan zouden wij God niet kennen. Het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Dat is het woord van de profeten en de apostelen. Zonder Jeruzalem zouden we Gods wil niet kennen. Want Matteüs 23 zegt ons nadrukkelijk dat we moeten luisteren naar wat de rabbijnen te zeggen hebben over Gods wil. Zoals zij het Oude Testament uitleggen, zo moeten wij het doen. Want de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Dat is hun rechtmatige plaats. En alles wat zij ons zeggen om te doen, dat moeten wij doen en bewaren, zegt Matteüs 23. En dat is zeker niet alleen maar van toepassing, zoals sommigen denken, op Messiaanse Joden. En zeker niet alleen maar van toepassing op de toekomst. Als Joden tot bekering zullen komen bij de terugkeer van de Heer Jezus. Gods herderschap heeft dus alles te maken met zijn komst en wordt aan de wereld meegedeeld door middel van de verkondiging van Israël. Zij hebben God leren kennen als herder. Zij hebben een koning gehad, koning David, die zo over zijn God kon spreken. En zij en wij samen hebben de aankondiging gehoord van de Messias, die zegt: ik ben de goede herder. Dat alles maakt duidelijk dat de boodschap van het Nieuwe Testament niet losgemaakt kan worden van de boodschap van het Oude Testament. De verkondiging van het karakter van God door de gemeente niet totaal verschillend is van de verkondiging van het karakter van God door Israël. In dat getuigenis van het eeuwige evangelie, het getuigenis van Gods bestaan en van Gods herderschap voor de mens, zijn wij altijd en voor eeuwig met elkaar verbonden. En daarom mogen we ons die woorden ook eigen maken, waarmee we begonnen zijn. Het gras verdort, of het nu Israël is of de gemeente. De bloem valt af, alles waar we trots op zijn. En dat geldt voor Israël en voor de gemeente. Maar het woord van onze God, zijn belofte, zijn openbaring bestaat voor eeuwig. Of we nu begrepen hebben dat dat woord ook is vlees geworden, of dat we dat woord alleen maar kennen zoals het als de schrift en de rabbijnse traditie tot ons komt. Israël en de gemeente mogen het beide zingen. Het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Amen. Gods woord, elke dag. Heere God, dank u wel dat we opnieuw vandaag mochten lezen in uw woord. Heere, u maakt in uw woord duidelijk dat u de herder bent van Israël. U zult die kudde weiden. U zult die lammetjes in uw armen bijeenbrengen. U zult uw volk Israël in uw schoot dragen en u zult de zogende zachtjes leiden. Dat wordt gesproken tegen de steden van Juda door de stad Jeruzalem. Want uit Jeruzalem zal uw woord uitgaan, Heere. Dat woord dat voor eeuwig bestaat en dat zo anders is dan het verdorrende gras en de afvallende bloem. Wij mogen ons in die woorden meegenomen weten, want wij kennen onze Heer Jezus als de goede herder. Wij weten dat hij nog een andere kudde heeft, buiten Israël. En wij horen bij die andere kudde. Maar voor ons beide geldt dat we zijn stem moeten leren verstaan. Wilt u door de Heilige Geest ons die kracht geven, dat we de herder voor ons zien die u zijn wilt, dat we de herder voor ons zien die u, Heer Jezus, bent, maar dat we begrijpen dat u met kracht komt, dat u heersen zult, dat u belonen zult en bestraffen zult. U bent de heilige van Israël. En we hebben ons vertrouwen op u gesteld, Heer Jezus. U openbaart wie God is. U bent het levende woord van onze God. Heere, dank u dat u dat aan ons hart wilde bevestigen in het woord dat we vandaag mochten lezen. Help ons om vandaag ook getrouw te zijn aan het verbond
om trouw te zijn aan uw woord en om te doen wat u van ons vraagt. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. U hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods woord. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens!